Aflevering 95 van TBN JPD. Dag kijkers en luisteraars, ik ben Ganesh Vijay en nogmaals van harte welkom bij TBN JPD aflevering 95. Het programma waar de grote hand de kleine hand helpt. Het programma waar u anderen kunt helpen in de gemeenschap. Anderen die het om verschillende redenen heel erg moeilijk hebben en middels uw donatie geeft u dan deze mensen een steuntje in de rug. Aflevering 95 is mogelijk geworden dankzij de volgende donateurs. Een heer die op 4 november 75 jaar wordt. Deze meneer wenst anoniem te blijven en hij heeft er pakketten, rijst en enveloppen gedoneerd met inhoud. Nogmaals, de felicitaties aan deze heer die 75 jaar wordt. Heel veel geluk, heel veel gezondheid toegewenst en ook nog onze dank voor uw donatie. Daarnaast gaan we naar een andere familie die anoniem wenst te blijven en er een aantal levensmiddelenpakketten heeft gedoneerd. Onze dank aan deze familie. Verder willen wij een mevrouw van harte feliciteren, maar ook bedanken voor haar donatie. Deze mevrouw is 80 jaar geworden. Ze heeft er een aantal zakken rijst gedoneerd en ook nog balen toiletpapier. Nogmaals, de felicitaties, heel veel geluk, heel veel gezondheid toegewenst en ook nog heel erg dank of heel veel dank aan u voor uw donatie. Dan gaan we naar meneer Mahinder die ook rijst en jaf en vat afwasmiddel heeft gedoneerd. Onze dank aan meneer Mahinder, maar ook dank aan Boyke en Khalida Lais Mohammed. Nogmaals Boyke en Khalida Laish Mohammed voor hun donatie. Zij hebben rijst en levensmiddelen gedoneerd. Heel hartelijk dank aan het echtpaar. Verder dank aan alle andere personen die op welke wijze dan ook hun bijdrage hebben geleverd aan aflevering 95 van TBN JPD. Heel veel kijkplezier. Wij van Stichting JPD leerden mevrouw Jetu kennen door een app die we kregen en het kwam erop neer dat mevrouw Jetu als gevolg van een aanrijding een deel van haar voet kwijt is geraakt. Auto die heeft op haar voet gereden en als gevolg moest dat deel geamputeerd worden. Deze mevrouw die heeft nog de wc's van vroeger, zoals we dat kennen, als, zoals we dat zeggen, play en in het Hindoestaans noemen we dat een tatti. En deze persoon die dan ons de app stuurde, zei aan ons van het is forcerend voor deze mevrouw, vooral met haar zieke voet, en vroeg dan of wij deze mevrouw niet konden helpen, zodat zij toch een toilet kan bouwen. Zo hebben wij dan gehad mevrouw Subi Ariba. En mevrouw Subi Ariba die is begaan met het lot van mevrouw Jetu en heeft er voor mevrouw Jetu €200 gestuurd zodat zij toch haar toilet kan maken. En dat geldbedrag overhandigen we dan ook aan mevrouw Jetu en hopen dat mevrouw Jetu dit daadwerkelijk heel goed kan besteden om haar toilet te bouwen. Nogmaals van mevrouw Subi Ariba voor mevrouw Jetu voor de bouw van haar toilet, €200. Verder krijgt mevrouw Jetu van de heer Jayant van Jaisur Car Wash. En dat is dan in het kader van Navratri ook een goed gevulde tas met levensmiddelen en een zak rijst van Julfen
Dank aan Julfen Groep, dank aan de heer Jayen van Jaisoor Car Wash. Namens Naresh, Natasha en kindje Nitesh Durga. Dit wat mevrouw Jetu heeft gehad, de enveloppen, zeg ik nogmaals, is specifiek om haar toilet te bouwen. En de heer Naresh, mevrouw Natasha en kindje Nitesh Durga, die hebben ook een enveloppe met 250 SAD gestuurd. En dat is speciaal in verband met de heilige 9 dagen, de Navratri, die Hindoes nu wereldwijd vieren. Dus zo ook in Suriname. Dus in verband met Navratri krijgt mevrouw Jetu dan ook van familie Durga een enveloppe met 250 SAD. En van de heer Chander van Quetta wegens zijn 60ste verjaardag. Meneer Chander is 60 geworden en die stuurt dan ook een enveloppe voor mevrouw Jetu. Mevrouw Jetu, kusmanga te donateurs kebole? Je bhejai ba, okar bahut dhanbad hai. Aur hum ka boli, je paket de is ba, okar bhi dhanbad hai bahut. Okar badhanti hove. Bhagwan uke okar baal bachchan banaye, badhanti kare, sab koi baal bachchan badhiya se rahe. O bhi badhiya se rahe. Aur je paisa pathai is toilet khatin? O je dewal ke paiso bhejai ba, hamar bahut dhanbad hai bhai aapke. Ek mufrau hai. Ja, ik kom mevrouw ba. Oh, mevrouw ba. Acha bahin jaise tu bhejela bahut acha ba. Bahut dhanbad aapke. Jo tor bal bachchan bhi badhiya se rahe aur tu bhi badhiya se rahu. Dank aan alle donateurs van wie ze heeft wat heeft ontvangen, maar ook heel veel dank aan de mevrouw, mevrouw Subi Ariba, die, laat ik de naam even goed checken, ja, mevrouw Subi Ariba, van wie ze dan ook de €200 heeft gehad. En ik heb mevrouw Jetu nogmaals op het hart gedrukt, dat geld moet alleen besteed worden voor de bouw of voor haar toilet. Niet voor andere zaken, slechts voor haar toilet. En dat zullen we dan ook blijven checken, dat dat werkelijk wordt gedaan, zodat wij dat ook kunnen tonen aan de donateur. Dank u wel, mevrouw Jetu. Tot de volgende keer. Ja? Wij hebben bij aflevering 94 een donatie gedaan aan mevrouw Jetu. Nou, er moet nog wat meer namen opgenoemd worden, want het zijn er toch een aantal mensen die deze donatie mogelijk hebben gemaakt aan mevrouw Jetu. En mevrouw Jetu die heeft er €200 gehad. En dat komt namens de directie van schoonmaakbedrijf Subi Ariba. Nogmaals, namens de directie van schoonmaakbedrijf Subi Ariba. Namens Arthur Pijnakker, Karel, Edward en Richard Pijnakker, Sonia, Gaya Din Pijnakker. Ja, dat zijn dus nogmaals de mensen die de donatie mogelijk hebben gemaakt aan mevrouw Jetu. En het geld moet namelijk besteed worden voor de bouw van een toilet. Nogmaals, dank aan de directie van schoonmaakbedrijf Subi Ariba. Namens Arthur Pijnakker, Karel, Edward en Richard Pijnakker, Sonia Gayadin Pijnakker. Mevrouw Anoushka en haar kinderen bij ons laatste of voorlaatste keer dat ik bij ben geweest, had u een oproep gedaan aan die gemeenschap voor een televisie, want de uwe is kapot en u zei de kinderen hebben geen afleiding. Dus aan uw oproep is er gehoor gegeven en zo krijgt u dan van een jarige moeder, deze mevrouw is 80 jaar oud geworden, en van haar dochter allereerst zo'n digitaal tv-converter box. En dat hebben we dan uitgestald op de televisie die u ook hebt gehad van moeder en dochter. Dat is dan een Sharp TV en ook nog een nieuwe digitaal converter box van een moeder en dochter die anoniem wensen te blijven. U krijgt verder van de heer Manish Sugabind een enveloppe met 500 SRD. Meneer Manish Sugabind is jarig geweest, alstublieft.
En rijst en levensmiddelen, dat krijgt u van een meneer die 75 jaar oud is geworden op 4 november. Ja, op 4 november, 75 jaar oud. En van deze meneer krijgt u dan naast de levensmiddelen en rijst ook nog een enveloppe met 200 SRD. Alsjeblieft, wilde u wat zeggen aan alle donateurs? Ten eerste wil ik de mevrouw van 80 jaar en de dochter bedanken. En er alle kracht nog vragen dat de Heer mag zegenen en meer jaren mag geven. Want ze was jaren en ik wilde nog feliciteren en gezonde jaren en God de wens mag vervullen. En er nog hartelijk dank zeggen dat ze ons heeft geholpen met de televisie. En voor die meneer die jarig was voor die pakket wil ik ook feliciteren en God zegens rijks toezeggen. En dat God ze mogen zegenen. En gezondheid is ook belangrijk. En voor die Manish wil ik ook bedanken en hem ook feliciteren. Ja, en ik wil iedereen bedanken die op welke wijze ons ook heeft bijgestaan in deze moeilijke tijden. Ja. Ja. Jongeman, vanaf vandaag heb je dus weer een televisie. Ja? Wat zijn je favoriete tv-programma's? Tom en Jerry. Oké. Mm-hmm. En wat nog meer? Mr. Bean. Oké, je gaat naar Tom en Jerry en Mr. Bean kijken. En hoe zit het met je schoollessen? Goed, meneer Gani. Je best blijven doen, hè? Ja, ook kan niet. En jouw favoriete programma's? Is Natuk. Natuk. Oké. Is goed. Dank u wel. Meneer Pinas. Ja. Want meneer, op 4 november, op 75 jaar. En aan meneer, dat is in een pakket dat je... levensmiddelen, alesi, dan 200 SAD in een envelop DC. En voor meneer Siegfried. En meneer Siegfried doneert een envelop DC in een ding van mama. Sa bovariari tap 21 oktober. En voor meneer Siegfried, je kiest een envelop, dan 300 SAD, alsjeblieft. Ik ben van tegen de donateur van Sani. Ja, ik ben van tegen de grantang voor de. Dat is voor de jeep me. Ik heb de jeep me, ja, bungi me toe. Ik heb mijn asiki, maar kaba. Dat de jeep me bereidt voor de jeep me. Hij me geen garantie. Ja. Ik heb voor de combetreno. Ja, hij zei, maar die me waka, dat me wani mede wani fad me wan fadong. Dus dat me voor sector. Dat me waka, maar me pina waka. Maar me no waka furwe, ik heb me van me waka. Maar ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo. Dank u, meneer Pinas. Te wat ralies baka. Oké, grantangi. Baya u muyeb mi ba, bika mi shikke kaba. Da muyeb mi. Igi grantangi. Oké, ja. Mevrouw Kasi, de Johnny pakket he. Ari Chaur. Ipat huis ik meneer. John Chartari november ke 4 november 75 jaar ke hoi u op gaat het huis pakket met levensmiddelen een zak rijst or i envelop met 200 SRD ar meneer Siegfried apa maike naam me oker moeder ke janam din rahat 21 oktober ke ar meneer Siegfried op gaat het huis ik envelop met 300 SRD alsjeblieft. Je na sponsor hè, kus maatje bolen. Ha, sabke hem bood dankbaar deila, ki hamme pakket pat kaise, u bood sukhi se re, okar baal bachchan sab, badhia se re, bhagwanu ke bood ayu deve, or okar ladkan ke bhi, or follow up je hamme dei se oh ke, bood khushi hai, or u sab bood badhia se re sab, ha. Kasi laat sowieso alle donateurs die jarig zijn en iets heeft ontvangen. Feliciteren dat ze lang gezond en gelukkig mogen leven, maar dat ook hun kinderen gezond en gezegend mogen zijn. Ook voor degenen die de enveloppes hebben gedoneerd, geldt eenzelfde. Gelukkig zijn, lang leven en vooral dank voor alles dat ze heeft mogen ontvangen. Dat is wat mevrouw Kasi meegeeft aan de donateurs.
meneer Remees, die zo'n pakket heeft. Die abkhatpathuis Boyke en Khalida, lijst Mohammed Khan. Ja, dus pakket Archor, pakket en rijst, krijgt meneer Remees van Boyke en Khalida, lijst Mohammed Khan. En Boyke en Khalida, lijst Mohammed Khan, abkhat abipathuis e-envelop, alstublieft. Ja. Ja. Verder, abgenampe al, nog twee andere enveloppes. Pahila envelop hier, de volgende envelop, dat krijgt u van mevrouw A.S. uit Nederland. En die mevrouw A.S. die partijs envelop ter ere van haar zoon, die in november 35 jaar zou worden. Dus die mevrouw partijs abgaat, ik envelop, uw naam staat hierop, meneer Remees. En deze mevrouw die uit A.S. abgaat partijs, 350 SAD, alstublieft. Dan is er uit Kommerwijnen donatie van een mevrouw die op 12 september 55 jaar is geworden. Ja, dus uit Kommerwijnen, ik mevrouw Pathuis. Ze is op 12 september 55 jaar geworden. En dit is ook op uw naam gekomen, de heer Remees. En u krijgt van deze mevrouw 200 SAD, alstublieft. Jenna sponsor hier, John Ipalwar Lais Mohammed Khan Pathijs pakket, reist envelop. Arjun Ikwin Pathijs, Palwar Lok Pathijs envelop. Meneer Remees, wilde u wat zeggen? Kusmate bole? Ja, maar bole ki bahut dhanbaad ba. Bahut, bahut, bahut hartelijk dhanbaad ba. Bahut dhanbaad ba. Bahut breiti baati ha. Meneer Remees geeft aan heel blij te zijn, maar bovenal heel erg dankbaar aan alle donateurs voor alle donaties die hij, maar ook zijn moeder samen met hem heeft ontvangen. Want het zijn moeder en zoon die wonen in dit huis. En ik blijf het keer op keer zeggen, het is de kracht geweest van de samenleving dat moeder en zoon nu in een huis kunnen zijn waar het een beetje makkelijker toeven is. Want toen wij de eerste keer hier kwamen, was dit allemaal nog zand. Er was geen bankstel. In feite was er niets, slechts een keukentje met een paar spullen. Maar het is de gemeenschap geweest die meneer Remees en ook haar moeder heeft geholpen om nu toch wel een mooi en prachtig huis erbij te hebben. Achab, hai Remees. Bahut dhanbaad apke. Achab, halon chali, tofien se bet hoi. Achab, meneer. Bahut dhanbaad. Meneer Ramsemoetsch is dialysepatiënt, want zoals als u goed kijkt, meneer Ramsemoetsch, ja, dat ziet u zelf, dat hij van daaruit dialyseert. En de familie die heeft ons zelf gecontact en gevraagd of we ook naar hun kunnen omkijken. Want meneer Ramsemoetsch die is niet meer bij kracht of niet meer bij machten om te werken, vandaar dat hij wat ondersteuning heeft gevraagd. En die ondersteuning krijgt hij dan ook vanuit de gemeenschap. En zo hebben we dan een mevrouw G.S. Ze heeft gevraagd dat ik alleen haar initialen doorgeef. Ijon doe pakket, he? Meneer Ramsemoetsch. Ipat is ik mevrouw. Ook een naam namange voluit TVP, maar initiaal he G.S. Arijon Jaf, he? Fat Afwas en Chaur. U pathijs bij Mahinder. Arijon mevrouw G.S. pathijs i pakket. U pathijs bij envelop opgaat, alstublieft. En i pathijs ik dusser mevrouw, ik palwaar. Jon heb je per naam na mange TVP. Maar opgaat pathijs ik envelop met 500 SAD, alstublieft. Meneer Ramsemoetsch, kusmate bole, donateurske. Ja, heel hartelijk dank voor alle donateurs die aan ons denken, aan de armen die niet meer kunnen werken en zo. Heel hartelijk dank. Ja. Hoe lang bent u al ziek, meneer Ramsemoetsch? Ik dialyseer al 5 weken. Oh, pas. 5 weken, ja. Ja. En wat was dat met u? Ik heb neervallen. Neervallen, ja. Ja, alles wat ik had, gaf ik over. Ben ik naar de dokter geweest en ze hebben geconstateerd dat het neervallen was. Mijn nieren werken maar 3%. Weinig.
Dus ik kan helemaal niet werken. Ja. En voeding, wat eet u dan? Voeding is brood, zachte rijst. Ja. Oké, okay, er zijn wat dingen hierin die zacht gemaakt kunnen worden voor u. Ja. Ik zie er is ook nog beleg en zo erin. Ja. Dus ik denk dat u dit allemaal toch wel goed kunt gebruiken. Ja. We wensen u veel beterschap, meneer Ramsemoetje. En zolang er donaties zijn, zullen wij u ook blijven gedenken. Ja? Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel voor uw team. Dit is de heer Ramkelaven. En meneer Ramkelaven, die krijgt er van de heer Boyke, Lais Mohammed Khan, een pakket met levensmiddelen. En ook nog een zak rijst van 5 kilo. En dit levensmiddelenpakket, nogmaals, die komt er van Boyke, Lais Mohammed Khan en Khalida Mohammed Khan. En naast de levensmiddelen en rijst doneren zij ook nog een enveloppe, meneer Ramkelaven. En omdat het hier gaat om een gezin met ook nog kinderen erbij. En u ziet het bij de benen van meneer Ramkelaven, die zijn er geamputeerd. Mevrouw Ramkelaven, die zit er vanwege COVID-19 nog steeds thuis zonder werk. Dus doneren wij ook aan het gezin een pakket van de heer Mahinder, welke bestaat uit een zak rijst van 10 kilo. Verder nog jaf en vaatafwasmiddel. Ja, rijst, jaf en vaatafwasmiddel. Verder is er op naam van meneer Ramkelaven nog een enveloppe gekomen van mevrouw A.S. die een enveloppe doneert ter ere van haar zoon die in november 35 jaar zou worden. Ja, mevrouw A.S. vanuit Nederland voor haar zoon die in november 35 jaar zou worden. En meneer Ramkelaven die krijgt er 350 SRD alstublieft. En nog een enveloppe op naam van meneer Ramkelaven. En dat is dan van een mevrouw die op 12 september 55 jaar is geworden. Zij is een mevrouw uit het district Kommerwijnen. Zij wenst anoniem te blijven. En zij stuurt voor de heer Ramkelaven een enveloppe met 200 SRD. Alsjeblieft, meneer Ramkelaven. Je na sponsor, je na donateur. He. Wilde je wat zeggen? Hoe is het met je bolle? Meneer Boyke en mevrouw Khalida. Ja. Bahut dhanyawad de raha itna cheez wapas thai chahiye aur hum to kaam to na kar sakila aur tu ido wala ke mane Mahinder Mahinder rahega bhai ho ke bahut dhanyawad hai yaar le pathai chahiye chutwan hum khabar hai karbe seekar aur hi wala ja ee he mevrouw AS ke en de andere is van ek mevrouw Kommerwijnen ke बात दे रहा है या इतना चीजों पर ठाई से या और जो चीजों हम खा ले तो सबके याद करिए डंक aan meneer Ramkelaven die heeft ervoor gekozen om alle donateurs één voor één speciaal te bedanken. Dus dank gaat uit naar het echtpaar Boyke en Khalida. Die hebben levensmiddelen en rijst gedoneerd. Verder kijken we dan naar de donatie van meneer Mahinder, rijst, jaf en vaatafwasmiddel. En verder heeft hij ook nog enveloppes gehad van de familie Lais Mohammed, maar ook van andere donateurs. Zo is er een mevrouw A.S. die doneert ter ere van haar zoon. En ook nog een andere mevrouw uit Kommerwijnen. Ook Soraya heeft er uit de gemeenschap wat donaties gehad. En zo heeft ze gehad grote bal toiletpapier en een zak rijst. Dat komt van een mevrouw die 80 jaar oud is geworden. Ze wenst anoniem te blijven, maar stuurt dat met alle liefde voor jou, Soraya. Ja, mevrouw en hartelijk gefeliciteerd en vele gezonde jaren na deze. Er is ook een pak kippenbout, dat komt van een andere mevrouw, die het ook met alle plezier en met alle liefde voor jou heeft gestuurd. Ja, deze mevrouw bedank ik ook voor haar pakbout. Ja. En er is ook nog een pakket met levensmiddelen, en dat komt ook van een familie die anoniem wenst te blijven. Ja, deze anonieme familie bedank ik ook voor hun pakket. Ja.
En dan hebben we namens mevrouw Luella, ja, namens mevrouw Luella krijgt u een enveloppe met 250 SRD. En dat leg ik hier voor u, ja, ja, ja. En er is een mevrouw die woonachtig is in Kommerwijnen. En deze mevrouw is op 12 september jarig geweest. Ze is 55 jaar geworden. Ze wenst anoniem te blijven, maar ze heeft uitdrukkelijk gevraagd dat we ook aan Soraya een enveloppe geven. En deze mevrouw uit Kommerwijnen, die 55 jaar is geworden, die doneert 200 SRD voor jou, Soraya, alsjeblieft. Ja. Dank u wel, mevrouw. En alsnog hartelijk gefeliciteerd. En dan hebben we de familie Manger of Manger in verband met de verjaardag van Kien en Krishai op 23 oktober, 2 jaar. Dus 2 kindjes zijn jarig. En de ouders, die hebben dan ook een enveloppe voor u gestuurd. Alsjeblieft. Ja. Bedankt die ouders en ik feliciteer de kinderen. En God zegen ze allemaal. Meneer Ganesh, u ook, dank u wel. Ja, mensen. Ik wil even uw aandacht voor iets. En het is een beetje dringend. Ik hoop dat het lukt. Want dit is... Nogmaals, dat ik de oproep doe, u ziet het. Soraya heeft er kussens moeten plaatsen. Daarachter zie ik volgens mij ook nog een tas met kleren. Of ja, ik weet niet wat de inhoud daarvan is, maar het komt erop neer. Haar bed, en dit is een ziekenhuisbed, die is kapot. En Soraya die moet er constant nou plat op liggen, wat heel erg moeizaam voor haar is. Nu heeft ze wat ondersteuning middels kussens en andere zaken. Dus van hieruit nogmaals de oproep aan instanties, aan personen die Soraya dan kunnen helpen aan zo'n ziekenhuisbed. Ik begrijp het ook, het is niet iets dat goedkoop is, maar het is wel dringend voor haar, omdat, ik bedoel, dit is forcerend. Zo, en u ziet het, haar benen hangen ook zo constant naar beneden, wat ook niet gezond voor haar is. Dus nogmaals van hieruit een oproep aan die gemeenschap. Alsjeblieft, help haar. Of u nou ergens een ziekenhuisbed hebt liggen, neemt u contact met ons op. En wij kijken hoe we het dan allemaal hier voor haar kunnen krijgen. Dit is mevrouw Jainaat, de heer Jainaat en hun kleinzoon. En u ziet het, de kleinzoon is bedlegerig, maar het is prijzenswaardig dat de grootmoeder en de grootvader zich helemaal ontfermen over de zorg van het kind. En vandaar dat we dan ook blij zijn dat er donaties komen voor het gezin, omdat het kind speciale voeding nodig heeft. Pampers nodig heeft, ook moet het kind de hele dag in een gekoelde ruimte zijn. Dus heel veel zorg. En vandaar dat ik nogmaals zeg, ik ben de gemeenschap dankbaar wanneer er donatie komt op naam van de familie Jainaat. Zo hebben we dan de heer Boyke Lais Mohammed en mevrouw Khalida Mohammed Khan. Ja, Boyke, Lais Mohammed en Khalida Mohammed Khan. Doneer Kariba, mevrouw Jainaat. Tjaur, uw levensmiddelenpakket. Of uw envelop, alstublieft. Ja. En dan heb ik namens vader, moeder Manisha en Vikash Persadi. Jaardag van haar zoon, Dhiraj Persadi. 28 jaar, 1 jaar geworden. Nogmaals, vader, moeder, Manisha en Vikash Persadi. Jaardag van haar zoon, Dhiraj Persadi. 28 oktober, 1 jaar geworden. En ze hebben ons gevraagd om het te geven aan de jongen van Welgedag A. Kleine jongen, zo staat hier opgeschreven, mevrouw Jainaat. Alsjeblieft. En dit is namens Aji Ingrid, Dada Avinash, Pua, Sharon, jaardag van kleinzoon, neefje. 28 oktober, jaardag van Dhiraj Persadi. Ja, dus namens Aji, Ingrid, Dada, Avinash, Pua, Sharon. En dit in het kader van de verjaardag van kleinzoon, neefje. 28 oktober,
Dhiraj Persadi. En ook hierin aan de jongen van de Welgedag A, de kleine jongen. En een bedrag van 500. Alsjeblieft, mevrouw Jainat. Jenna sponsor, hè? Kusmate Bolle. Ja, heel hartelijk bedankt. Voor die pakket, voor die dingen, envelopjes. Heel hartelijk bedankt. Ja, meneer Pines, jij. Heel hartelijk, ja. Bhagwan sabke bhandar bhara raha. Aise hadan larkan ke sabke garib dukhin ke se dekhal kare saban. Bahut bahut dhanyawad sab. Kijk, hij laat ook bedanken. Ja. Is goed. Dank u wel, hoor. Ja. Meneer Gines, jij ook. Andere bij ook. Heel hartelijk. Dank. Mevrouw Manohar. Een mevrouw. Ze is 80 jaar geworden. En van deze mevrouw krijgt u een baal toiletpapier. Ja, u krijgt toiletpapier van haar. En ook nog een zak rijst van deze jarige mevrouw. U krijgt een pak kippenboot van een andere mevrouw. Die ook anoniem wenst te blijven. Maar het met alle liefde aan u geeft. Daarnaast krijgt u een pakket met wat levensmiddelen. Dat komt ook van een familie, een gezin. Dat anoniem wenst te blijven. En verder hebben wij op uw naam wat enveloppes gehad. En zo krijgt u dan van mevrouw A.S. Ja, uit Nederland. En deze mevrouw die doneert ter ere van haar zoon die in november 35 jaar zou worden. Mevrouw A.S. uit Nederland ter ere van haar zoon die in november 35 jaar zou worden. En van deze mevrouw krijgt u 350 SRD. Want hierop staat uitdrukkelijk aan mevrouw Manohar, alstublieft. Dan hebben we een andere mevrouw, zij woont in Kommerwijnen en deze mevrouw is op 12 september van dit jaar 55 jaar geworden. Nogmaals, Kommerwijnen, mevrouw 12 september 55 jaar en zij heeft ook gevraagd om dit aan mevrouw Manohar te geven. En van deze mevrouw uit Kommerwijnen krijgt u 200 SRD. En dan heb je de familie Manger. En in verband met de verjaardag van Kien en Krishoy op 23 oktober. Dus het gaat om twee kleine kinderen die 2 jaar zijn geworden op 23 oktober. En van hun krijgt u een enveloppe met 100 SRD. Alsjeblieft, wil u wat zeggen aan alle donateurs? Ja, bedankt hoor voor alle mensen wat deze gegeven. Bedankt. Heer Ray, u krijgt van een meneer die op 4 november 75 jaar wordt een tas met levensmiddelen en ook nog een zak rijst van 10 kilo. Verder krijgt u van deze jarige meneer, dus u krijgt levensmiddelen, rijst, maar ook nog een enveloppe alstublieft met 200 SRD. Ja? En er is een andere heer die anoniem wenst te blijven. En deze meneer die doneert aan u een enveloppe met 300 SRD. Alsjeblieft. Wilt u wat zeggen? Ja? Ik zeg aan die meneer die 75 jaar is geworden.
ik zou die man zeggen, alsnog van harte gefeliciteerd. En dank je wel voor die voedselpakket. En die meneer, die anoniem, ook heel hartelijk bedankt. En ik ben dankbaar, ik ben blij ermee. Meneer Codriton, er is een mevrouw die uitdrukkelijk heeft gevraagd dat we... Ze is 80 jaar geworden, hè? En deze mevrouw heeft in verband met haar verjaardag gedoneerd. En ze heeft uitdrukkelijk gevraagd of het een zak rijst en toiletpapier aan u kunnen geven. Dat komt namens haar. Dit met wat levensmiddelen komt van een ander gezin, komt van een andere familie. En daar wordt een heer die anoniem wenst te blijven. En deze heer die doneert aan u een geldsbedrag van 300 SRD, alstublieft, van deze meneer. En daar is er iemand anders die ook nog doneert, maar ook anoniem wenst te blijven. En deze persoon heeft voor u gestuurd 250 SRD, alstublieft. Wilde u wat zeggen aan de donateurs, maar in het bijzonder aan deze 80-jarige mevrouw die, aan u, die speciaal naar u heeft gevraagd? Die 80-jarige mevrouw? Als u me net kent, had het ooit nooit gedaan. Maar ik ben blij, u kent mij en u hebt het gedaan uit uw hart. Ik dank u hartelijk voor dit. En ga u zo door. En word 100. Word 100 jaar. Met de zegen van God. Word u 100 jaar. En de donateurs die aan u willen blijven. Ga zo door met uw werk. Het wordt goed, het gaat goed. En als u ons gedenkt, reist de zegen van God. Want geen enkele mens zegent u, alleen maar God. Dus gaan jullie zo door met jullie werk. Het is een goed werk wat jullie doet. En jullie worden verder geholpen met geluk en succes en gezondheid. En lang leven jullie allemaal. Dank u wel. Meneer Ganesh. Nog bedankt voor wat u doet. Want u kan ook hadden gezegd. Laten we meneer Koenten aan de kant. Maar u doet het niet. U doet het uit uw hart. Wat uw hart u zegt. En u had het daarvoor gezegd. U doet uw werk. En u doet uw werk goed, meneer Ganesh. Met uw vele man gaat het goed. Bedankt. En jepide. Jepide. Dank u wel. Meneer Rees, toiletpapier en rijst krijgt u van een mevrouw die 80 jaar is geworden. En deze mevrouw die wenst anoniem te blijven. Maar haar geschenk, haar donatie, komt met alle liefde naar u toe. Nogmaals, het komt van een 80-jarige mevrouw. U heeft ook wat levensmiddelen gehad. Dat komt van een ander gezin. En ook zij geven het met alle liefde aan u. Verder krijgt u van... een gezin die eveneens anoniem wenst te blijven. Een enveloppe met 250 SRD, alstublieft. En u krijgt van mevrouw Alam Rambali. Ja, mevrouw Alam Rambali. In verband met verjaardag op 20 oktober krijgt u van deze mevrouw Alam een enveloppe met 275 SRD. Alstublieft, wil u wat zeggen aan de donateurs? Ja. Ik wil zeggen dat die vrouw wordt, die mensen, die donatie, hartelijk gefeliciteerd. Want ik zit elke dag in een rolstoel. Dus dan bedank ze hartelijk, nogmaals hartelijk bedankt. En nog wat, ik wil even vragen als... als iemand is om, want ik moest een bril hebben, okay. Ik kan niet zo ver zien en ik kan niet lezen, want de dokter heeft me papier gegeven. Maar ik heb niemand om me te helpen, dus als ik een donatie kan vinden om iemand me te helpen. En wat kost die bril? Dat ben ik niet gaan informeren. Dat ben ik. Een donatie voor een bril dus. Ja, voor een gezondheidsbril.
heeft het gehoord, mensen. Dus wilt u meneer Rees helpen? Hij moet dringend brillen van de oogarts. Maar de nodige financiën heeft hij niet. Dus helpt u deze meneer, zodat hij ook zijn bril kan kopen. Alle verdere informatie over deze meneer kunt u dan dus bij ons inwinnen. Bij Jepide. En wij zullen het dan verder afhandelen met deze meneer. Goed, dank u wel. Ja, en ik zou zeggen, een andere keer weer. Ja, met dat alleen wil ik vragen en bedank alles die ik heb gehad. Want ik heb geen niemand die me kan komen zien. Ik heb wel, die anderen zijn al dood. We zijn met ons drie, die andere broer, die groot is verlamd. Die kan niet lopen, die andere zus. Die is ook een grote operatie gedaan, die kan ik ook niet lopen. Dus ik heb niemand om me te komen zien. Je staat er alleen voor? Ja, dus zo ben ik hier. Wat ik van hier krijg, dan dat geniet ik. Dus, dank u wel. Ja. Ook meneer Djugun krijgt een van de pakketten van de heer. 4 november 75 jaar wordt. Nogmaals, op 4 november wordt deze meneer 75 jaar. En hij doneert dan levensmiddelen, een zak rijst en ook nog een enveloppe met 200 SRD. En het enveloppe die we hier hebben, dit is van mevrouw R. Misri uit Rotterdam, Nederland. En mevrouw Misri die heeft ons gevraagd om dit te geven aan mensen die het heel hard nodig hebben. Mensen met een beperking. En u ziet het, meneer Djugun is iemand die een been niet heeft. Hij kan dus niet werken. En van deze mevrouw krijgt meneer Djugun dan een enveloppe met €50, alstublieft. Ja, kusmate bolle, meneer Djugun. Goedun. Goedun, ja. Ik ben donateur, ik ben heel erg dankbaar. En ik ben ook heel erg dankbaar. Ja, meneer Goedun, die brengt dank uit aan alle donateurs. Dank aan alle donateurs van wie hij wat heeft mogen krijgen. Maar ook dank aan Stichting Jepide voor het feit dat we de donatie tot aan huis voor hem hebben gebracht. Ook mevrouw Mahadine gedenken wij, omdat zoals u zelf kunt zien, mevrouw Mahadine die is slechter been en bovendien heeft zij ook nog een zieke dochter in huis. En deze dochter heeft zelf nog 2 minderjarige kinderen, 2 schoolgaande kinderen. Vandaar dat we dan deze familie ook de nodige ondersteuning geven. En zo krijgt ze dan van een heer die op 4 november 75 jaar zal worden. I pakket, mevrouw Mahadine, levensmiddelen, tjaur, ori enveloppen. I ik meneer Patel, jonke jenam dien he 4 november ke, 75 jaar ke hoiga. Or i envelop op gaat Patheis meneer Manish Siugabind. Meneer Manish Siugabind ke jenam dien raha. Or op gaat Patheis ik envelop met 500 SRD alstublieft. Jitna sponsor hai, kus mate bola? Haan, beta, jitna sponsor hai, sabke bahut bahut dhanbaad hai. Ujjan, wo bhai, 575 yaar ke bhai le. Okay, wo lambi aayu de, bichara sabke is sustain karal kare. Aur sabke ukar bahut bahut dhanbaad ukar bichara ke. Aur ee bichara ekar bhi, Sri Gobind ke bhi. Bahut bahut dhanbaad hai ga, bahut bahut dhanbaad hai ga. Bhagwan sabke isne banaye re, deve aur kamai mein sabke sustain karal kare, ise karal kare. Hum to itna bemaar baati, kam kam maakh se nahi hai, bahut maakh pi raha thi roz se. Dawai pila aur u ZF kan u kar to farfal hoi gaye, tab ko sam tatram na jai paila. Tab geldig hè. Vice-president Boleba, dus even voordat ik dat verder bespreek met de mevrouw. Dank aan alle donateurs voor rijst, levensmiddelen, maar ook voor de enveloppes. Ook de felicitaties en alle gelukwensen. En ook nog heel veel gezondheid toegewenst. Verder geeft mevrouw Mahadine aan dat zij
maagpijnen heeft al 3 dagen en haar kaart is vervallen. En dat legde ik er net uit dat de vicepresident zelf heeft aangegeven dat deze kaarten, ondanks het feit dat ze vervallen zijn, dat men dan daarmee nog 2 maanden, dat men het nog 2 maanden lang kan gebruiken. Dus op 2 maanden gebruiken ze uw kaarten. Dus als ze dat raadje is, oké. Ham ga je van dat raam met hem het laatste dwaai deze au mijn noemen. Dan wel maar dien bolle door kaarten vervallen. Dan hebben we de kamer sms kari samal lorgen. Maar us op ab na kuch na boli zeggen. Dan wel de bolle door kaarten vervallen hoe je. Dan is de president bolle ba. Aanke. Aan bolle ba. Die kaarten 2 maanden nog geldig ba. Dan voordat aplok duser wel aan mijn eie. Dat ben ik 2 maanden gebruiken, dus ze kunnen het nog 2 maanden gebruiken. Oh, in de rij lang kan maak ze nu 10 uur zitten, maak weer aan. Dawaai pillen, 2 uur, 10 uur, extra dawaai pillen. Thora de partij, vier pirai leggen, maak wat. Bouw John, maak pirai, ga naar de pijn. Ze klacht over hevige maagpijnen. Ze neemt er medicijnen in, voelt een verlichting, maar daarna heeft ze weer pijnen. En in feite zei ze dat ze bang was om naar de dokter te gaan, omdat de kaart is vervallen, de dokterskaart vervallen is. Maar ik legde er net uit dat de president, de regering, bij monden van de vicepresident heeft aangegeven dat men de kaarten nog deze, voor dit jaar, de komende 2 maanden nog kan gebruiken, alvorens men over zal gaan tot nieuwe kaarten. Meneer Kotfried, u krijgt een doos met levensmiddelen, softdrink en toiletpapier van Rishayan Rampersat. Dat is een jongeman die jarig is geweest, ja, op 7 oktober. Dus dit krijgt u dan allemaal van Rishayan Rampersat. U krijgt een zak rijst van 10 kilo en dat krijgt u dan van Julven Groep. Dat is een bedrijf aan de Quatta. Van de heer Siegfried, dit geeft hij ter nagedachtenis, dus ter ere van zijn moeder, die op 21 oktober jarig zou zijn. En van meneer Siegfried krijgt u een enveloppe met 300 SRD, alstublieft. De heer S. is op 1 oktober jarig geweest, hij is 64 jaar geworden. En meneer S., die is met zijn gezin woonachtig aan de Hermitageweg. En van meneer S. krijgt u een enveloppe met 150 SRD, alstublieft. Pardon, ja, wilde u wat zeggen aan de donateurs? Ik zou willen zeggen alvast, de condoleances aan de nabestaanden. Ja, hij doet het, ze is overleden, maar hij doet het in verband met haar verjaardag. Ik zou zeggen sterkte, we moeten verder in het leven, iedereen gaat een keertje dood. Ik wil nog niet doodgaan en we willen ook niet, niemand wil doodgaan, maar ja, de Heer bepaalt. Dus we zeggen sterkte aan de familie en die nabestaanden. En bedankt voor een gift. Ja, maar ik zei net, hij geeft dit ook omdat de moeder op 21 oktober jarig zou zijn. Oké, okay, maar hoe zou die moeder worden? Dat heeft hij niet gezegd. Ja. Maar ja, alvast, ik zou zeggen alleen maar sterkte. Ja, ja. Ja, anders kan ik niet zeggen. Okay. Ik heb mijn moeder al bijna 20 jaar kwijtgeraakt. Okay. Dus ik weet wat moederverliezen is. Okay. Is een hard ding. Ja, maar we moeten overbruggen. We moeten niet blijven staan, het leven gaat verder. Ja, want wij gaan ook een keertje weg. Dus ik zou aan die familie zeggen, ga verder in het leven. Blijf je best doen, blijf je goede dingen doen. En God bless. Ja, en Meneer S. Die zou ik zeggen, is 1 oktober. Ja, hij is 64 jaar geworden. Ja. Ik zou zeggen, op naar de 200. Ja, met kracht. Laat die man daarboven bidden. Gezondheid. En dan denk ik dat hij wel verder kan gaan. Ja. En ik moet hem ook nog bedanken voor zijn gift. En voordat ik ben klaar met deze 2 mensen. Ja. En ik wil u alvast ook bedanken. Ook, dat u eigenlijk Suriname weer heeft laten zien dat er SRZ in bestaat. Hartelijk dank naar jou toe, jij, jouw team en jouw hele crew, dat jullie toch SRZ weer in beeld hebben gebracht. Want de meeste jongeren nu, de meeste van 40 plus, 40, 30 plus, weten nu wat SRZ is.
waar is Esther Stichting? Een heleboel mensen weten niet waar Esther Stichting is. Het was een plaats van, hoe zeg men dat ding weer? Exanse. Maar nu zijn er mensen bij als ik. Ik ben niet geboren met een beperking. Ik heb een beperking gehad. Maar ja, ik heb een plaats gevonden hier. En ik leef lekker met die mensen. Die mensen leven lekker naar mij toe ook. Dus ik heb geen probleem met die mensen. Oké, er was een stoornis met Gods wil. God heeft ons geholpen dat we die stoornis kunnen wegwerken. Dus nu zitten we naar, ik moet ook de minister bedanken. Dat hij die crew heeft verstuurd die ook sociaal kan denken. En sociaal begrip voor ons heeft getoond. Om te zeggen, oké, we gaan mee met wat die bewoners willen. Dus die crew wil ik ook bedanken. Mevrouw Deel, ook een speciale dank aan haar toe. Dat ze heeft opgevangen. Dus nu zijn we bezig te wachten wat de minister zegt. Naar mevrouw Deel toe en naar ons toe. Want we zeggen niet dat we klaar zijn. Want die oplossing dat we echt willen, dat we nou een directeur moeten hebben die sociaal is. Die met ons kan leven, die ons kan begrijpen. Ja, want we zijn beperkt, maar we willen niet beperkt worden in onze verstand. We moeten ook niet gestrest kunnen worden. We moeten zo lekker wind nu, zo willen we ook leven. In alle rust willen jullie leven. Dus dat is onze bedoeling. We hebben niet dingen nodig dat wie die stress kan doen en die soort dingen. Want die COVID geeft ons stress. Maar we zijn mensen, we weten wat ziekte is. We weten wat pijn is. En zeg maar niet, en niemand hoeft me te vertellen ook, ik weet wat pijn is. Ja, dus ik ga nu nou niet op een hoek gaan staan, of tussen 20 en 1000 mensen gaan staan. Dat ga ik ook niet doen. Want ik moet ook rekening houden met die bewoners hier. En zo gaan we samen dat ding doen, dat we elkaar gaan beschermen. En dan kunnen we vrij zijn. Ja, en er zijn geen kleine kinderen meer hier. Dus dat is mijn dank aan jou, de minister, die crew, mevrouw, meneer Ryan, ja, ik persoon, Keise, mevrouw Brandon, mevrouw Deel en die crew die is gekomen. Ik zou zeggen, laten we verder gaan, nu moeten we. We moeten verdere stappen gaan ontwikkelen. Dat Esther Stichting weer Esther Stichting wordt. Toen ik nog klein jongen was, toen ik op Stripe moest gaan voetballen, toen liep ik hier langs. Ja. Ik heb hier achterin gevoetbald. Dus nu, laat dat ding ook een plezier. Je moet niet met een. Kijk, alle die zusters zijn nu blij. Ze komen met lachende gezichten aan het werk. Je ziet geen zure gezichten meer. Dat willen we hebben. Ja, man, je komt van je huis om te komen werken en je komt met een zuur gezicht. Dan kan je ons als cliënten ook niet met liefde. Want we hebben ook een beetje liefde nodig van die mensen die hier werken. Ja, we kunnen het horen praten. Maar of dat niet kan gebeuren, want je komt van je huis met een zuur gezicht. Dat hebben we ook niet nodig. Ja, toch? Dus dat vind ik dat die verandering moet komen. Het is al zo een beetje, maar ik vraag de minister, ik vraag die commissie, laat ook weten wat ze doen. Ja? Laat weten wat die stappen dat ze nemen. Meneer Ryan is er, mevrouw Brandon is er. Laat ze die contact houden zodat we kunnen weten via meneer Ryan of mevrouw Brandon wat die stappen dat ze nemen. Zodat we ook, want we zijn niet in slaap gevallen. Ja? Dus. Dat vraag ik aan de minister en haar, zijn team onderin, die commissie die is gekomen. Ze hebben ons naar geluisterd en ze hebben hun best gedaan. We zijn tevreden, maar nog niet helemaal tevreden. Maar we gaan niet storen, we gaan hun gang laten gaan. Maar ze moeten wel rekenen over dat ze dingen moeten doen als die dingen gedaan moeten worden. Ja, en of dat kan lukken, dan hebben we een lekkere Esther Stichting weer. Eén ding dat ik nog de minister zou willen vragen, misschien in deze tijd gaat het een beetje moeilijk zijn, maar dat hij misschien nog een vervoer kan vinden van speciaal met mensen met een rolstoel. Want dat ontbreken we wel. Ja? Dus of hij een donatie kan vinden,
Dat er een bus is met mensen. We kunnen een beetje gaan wandelen. Jullie hebben geen rolstoelbus. Ja, maar of we zo even los hebben, een beetje naar de waterkant moeten. Dat kunnen we, of we 10 mensen hebben, kan je maar 4 mensen. We hebben mevrouw de Kali Binda, we hebben wat donaties voor u meegenomen die op uw naam zijn gekomen. En zo beginnen we dan met dit levensmiddelenpakket en zak rijst. Dat krijgt u van een meneer die op 4 november 75 jaar oud zal worden. Ja, op 4 november 75 jaar oud. Van hem krijgt u levensmiddelen, rijst en ook nog een enveloppe met een geldsbedrag. Verder komt uit Rotterdam, Nederland. Een moeder wordt op 5 november 40 jaar. Haar zoon wordt op 10 november 19 jaar. En ze hebben gezegd voor mevrouw Deo Kali Binda. Dus ze hebben dit op uw naam gestuurd. En hierin zit er 300 SAD. Dus namens een moeder en zoon die jarig zijn. Er is geen naam. Ze wensen anoniem te blijven. Maar bekend is wel dat ze in Rotterdam, Nederland wonen. Dit is voor u, alstublieft. En dan heb ik hier van familie Mangre Rajkumar en Sukhraji Nirmala, kinderen en kleinkinderen. Meneer Mangre Rajkumar is op 14 oktober 78 jaar oud geworden. En hierop staat geschreven aan familie Deo Kali, Namaste Bhauji. Dat heeft hij geschreven van Houtuin, ja. En hij heeft een enveloppe met 300 SAD voor u gestuurd, alstublieft. Wil u wat zeggen aan alle mensen die u bedacht hebben? Moet ik in één keer alles zeggen? Ja. Sab bhai bhain ke namaste. Hum bahut bahut dhanbaad karila aap sab koi ke jitna jane hamar kartin. Sauda pani chaur kuch paisa sab koi pathai le hiya se hota in ratwa dam sab koi. सबके जन्मदिन के बहारा भरा मुबारक भगवान आप सबको सहन शक्ति देवे ताकत देवे बल देवे बाल गोपाल सब कोई सुखी रहे और आपके घर में सदा सब कुछ सहरा भरा रहे हमारे यही से धन्यवाद आप ही लोग से हमारे जीवन चले है लड़कन बीमार उमार है हम बीमार है चार बार उड़ते पाए चुकली है प्लांटी देवे सरकार कुछ देवे मना अटे माँ आप सब के बहुत बहुत से धन्यवाद हैगा कि आप लोग गरीब दुखियन के सोचो हैं और आप तू लोग भी तेवियन के जो पैसरम उठाए के मेहनत करके तू लोग हमार करतीन लावे है तू लोग के भी बहुत बहुत धन्यवाद तू लोग के माई बाप के भरा धन्यवाद है कि तू लोग के माई बाप के तनि से खसवंत बेटा बेटा मिलल है कि गरीब दुखियन के द्वारे पर पहुँचो है भगवान तू लोग के भी सहुन शक्ति देवे खसवंत देवे सब कुछ देवे जोन कुछ हम ना पैली तू लोग सब कोई पाओ ये जितना मन जने हम के सब कुछ दे से सब कोई सब चीज पावे है Mevrouw Betsy, op 4 november wordt een meneer 75 jaar oud. En deze meneer die heeft een levensmiddelenpakket en ook nog een zak rijst voor u gestuurd. Ja, nogmaals, u krijgt levensmiddelen en ook nog een zak rijst van hem. Maar van dezezelfde meneer krijgt u ook een enveloppe met een geldsbedrag, alstublieft. Ja, mevrouw Betsy, voor de mensen die dat niet weten, mevrouw Betsy die... ziet niet, vandaar dat we daar blij zijn, dat we haar ook de nodige ondersteuning kunnen geven. Ja, en dan hebben we een moeder en zoon, mevrouw Betsy, luistert u naar me? Dan hebben we nog een moeder en zoon. Ja, ze zijn woonachtig in Rotterdam, Nederland. De moeder wordt op 5 november 40 jaar. En de zoon die wordt op 10 november 19 jaar. En zij hebben naar u op uw naam een enveloppe gestuurd. Hierop staat voor mevrouw Betsy Rampati. Dat bent u toch?
Rajpatita, dat bent u. En voor u heeft de moeder en zoon 300 SAD gestuurd. Alsjeblieft, ook hier voor u. Heel hartelijk. Ja, even. Dat zijn de enveloppes op uw naam, mevrouw Betsy. Wilde u wat zeggen? Heel hartelijk bedankt voor die mevrouw en voor die kindje. Ik weet niet of het goed is voor kindje of niet. Maar ik zal altijd bidden met God voor hun. Dat ze gezondheid blijven en goed blijven en kijken ook naar mij. Ja. Is dat goed? Ja. Dus dat zijn dan de enveloppes op uw naam. Maar we hebben nog een andere donateur, mevrouw Betsy. Ja. En dat is meneer Ramratan. Ja, meneer Ramratan. Ik weet dat u bij u extra kosten gemaakt moeten worden wanneer u naar de dokter moet gaan. Er moet taxi genomen worden. Dus meneer Ramratan heeft me gevraagd om deze enveloppen te geven aan mensen die het heel hard nodig hebben. En van meneer Ramratan krijgt u een enveloppe met 200 SAD, alsjeblieft. Dit is voor u, mevrouw Betsy. Hou het goed allemaal. Ja? Le. 10 word ik gegeven. Ja. U was klaar al met bedanken, mevrouw Betsy? Ja, heel hartelijk bedankt en God zal zegen iedereen die me kijkt zo. En ik bid ook met God dat ik kan een beetje zien dat het goed voor mij. Okay. Is het goed, meneer? Is goed, mevrouw Betsy. Ja, fijne dag verder, ja? U ook en de kinderen van u ook. En met deze beelden zijn we dan gekomen aan het eind van TBN Yepide, aflevering 95. Dank gaat uit naar de heer die op 4 november 75 jaar wordt. De felicitaties en nogmaals heel hartelijk bedankt. De familie die anoniem wenst te blijven, maar levensmiddelenpakketten heeft gedoneerd. Onze dank daarvoor. De mevrouw die 80 jaar is geworden, zakkenrijst en ballen toiletpapier heeft gedoneerd. Ook onze dank daarvoor. En ook nogmaals de felicitaties. De heer Mahinder, dank voor uw zakkenrijst. En ook nog uw zeep en jaf. Ook daarmee hebben een aantal gezinnen blij weten te maken. De heer Boyke en mevrouw Khalida Laish Mohammed, ook u van harte bedankt voor uw levensmiddelenpakketten en uw zakkenrijst. Zonder uw donaties hadden wij gezinnen niet blij kunnen maken. Maar ook aan alle andere personen die op welke wijze dan ook hun bijdrage hebben geleverd aan aflevering 95. Want ik blijf het zeggen, zonder uw donatie kunnen wij het niet doen. Het is u die zorgt dat wij anderen kunnen helpen in de gemeenschap. Dus u mag heel erg trots op uzelf zijn. Kent u iemand die hulp nodig heeft? Heeft u zelf hulp nodig? Wilt u doneren? Heeft u vragen? Nou, u kunt ons bereiken op de telefoonnummers 43 99 23, 43 99 23 of op 8574 447, 8574 447 of 87 4 keer 9, 3. 8, 7, 4 keer 9, 3. U kunt verder, wil ik van hieruit aangeven, dat er vaker gezegd wordt dat vanwege COVID-19 u niet zomaar uit huis moet. Nou, wilt u ook doneren? U hebt onze SAD, euro en US dollar rekeningen ook in beeld. En u kunt gewoon van huis uit uw donatie doen en het komt dan ook op de juiste plaats of bij juiste personen terecht. Dank gaat uit naar cameraman Raj Mahango. Verder lag de editing in handen van Sunny Rambali. Ik ben Ganesh Vijay en zeg graag tot de volgende keer.